zoveelste keer met mij naar een ziekenhuis. Omdat, ja, wat had ze nou? Ze liep moeilijk en ik pakte me aan de borst op een beetje een rare manier. En ik ging gek op mijn benen staan en op mijn voeten staan. En dus ik ging weer terug naar die arts. En toen zeiden die artsen tegen mijn ouders, dat zal ik nooit vergeten, ik was 4 jaar. Geef dit meisje het leven maar een extra grote pop. Want veel zal het niet worden. Dus het ongelukkige meisje, de extra grote pop. Ik nam het allemaal mee in mijn pad. Toen dacht ik, wat is dat toch eigenlijk iets bijzonders? Op een gegeven moment kreeg ik de kans om televisieprogramma's te presenteren. Maar ik wil even een hele grote sprong maken, dat is naar Lingo. Want wat gebeurde er bij Lingo? Ik werd namelijk gekozen uit, ik weet niet hoeveel andere presentatoren. En toen zeiden ze bij een repetitie, want ja, dat programma moet je een beetje onder de knie krijgen. Van, luister Lucille, dit is jouw desk. Nou, hier, dit is echt een uitstekende Lingo-desk, zou het overigens zijn. Echt waar. En mijn voorgangers, Nens en François Boulanger, die kent u vast ook nog wel. Die liepen dan zo heel mooi naar die finale plek, lopend, zo, daar naartoe. En toen zei de regisseur, Lucille, weet je wat we doen bij jou? Heb jij de kandidaten gehad, dan sta je achter je desk. Dan gaan we naar die finale, dan stoppen we even. Dan kun jij buiten beeld daar naartoe. En dan pakken we de camera daar op. En toen dacht ik, ik zeg, we gaan toch even iets verkeerd. Ik zeg, dus ik, dat loopje zou ik dus niet moeten maken. Dus ik zeg, nou, Tom, dat gaan we niet doen. Dat loopje gaan we maken. Die 5, 6 stappen naar die finale. Oh, oké. Als jij dat wil. Ik zeg, nou, het was helemaal geen discussie. Het zou moeten gebeuren. Omdat ik dacht, dat gaat bijdragen aan een stukje positieve beeldvorming. Maar wat gebeurde er? Dus op een gegeven moment was Lingo aan de gang. Het was al bekend dat ik dat ging presenteren. En toen stroomden de brieven binnen uit Nederland.